Goedemorgen. Het wordt vandaag een bewolkte dag met veel regen. Het is nu zo'n 11 graden. Dit is het TV West nieuws van dinsdag 12 juni. Ik ben Sander Knoera. In Waddinxveen is gisteravond een man neergeschoten. De politie weet nog niet wat er precies gebeurd is. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Waddinxveen. Hij werd gevonden bij een tankstation aan de Dreef. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij werd beschoten. De man is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft onderzoek gedaan in het huis van het slachtoffer en rond het tankstation. Vorig jaar zijn er 12 keer meer Polen in het Westland komen wonen dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Onze verslaggever Martine Boerkamp is nu in het Westland. Martine, hoe komt het dat er ineens zoveel Polen naar Nederland toe komen? Nou Sander, het is niet zo dat er ineens veel meer Polen naar het Westland zijn gekomen. Het verschil is dat ze zich ingeschreven hebben bij de gemeente en dat ze zich hier dus vestigen en dat ze blijven. En daar is de gemeente blij mee. Arne Weveling van de gemeente Westland, wethouder. Waarom zijn jullie daar blij mee? Nou, omdat het gewoon heel belangrijk is om te weten hoeveel mensen er in je gemeente wonen. Er zijn vele duizenden Polen voornamelijk werkzaam in het Westland. Nou, een aantal duizend daarvan werken of wonen ook daadwerkelijk in Westland. Dus wij willen weten wie waar woont. Dan kunnen we daar beleid op maken, voorzieningen optreffen. En dat zorgt ervoor dat mensen ook veilig wonen en onder goede woonomstandigheden. Jullie hebben ook beleid erop gevoerd om ze juist te laten inschrijven. Dat is dus belangrijk, vooral ook omdat jullie dan weten onder wat voor omstandigheden ze wonen. Ja, dat is belangrijk. Polen en andere arbeidsmigranten zijn voor ons een uitdaging, een kans, want onze economie moet draaiende blijven. Dus wij vinden gewoon dat de mensen die hier in de gemeente komen wonen, dat ze uiteindelijk natuurlijk ook onder goede omstandigheden hier moeten wonen. Dat is erg belangrijk. Nou, maken ze ook gebruik dan van allerlei voorzieningen hier in de gemeente. Levert dat nog een probleem op? Want de euro kun je maar één keer uitgeven. Nee, uiteindelijk als mensen in de bijstand terecht zouden komen, dat is natuurlijk niet wat wij willen. Als ze in de WW terechtkomen, daar bouwen ze zelf premie voor op. Dus daar werken ze nu voor en daar hebben ze dan natuurlijk ook recht op. Dank u wel. En wat blijkt, Sander, dat van de Polen die hier zich inschrijven ook een groot deel na een paar jaar, een jaar of drie, uiteindelijk weer vertrekt naar Polen. Het Rijk gaat woningbouwvereniging WoonInvest uit Leidschendam-Voorburg scherper in de gaten houden. De corporatie dreigt in financiële problemen te komen door de rentedaling op ingewikkelde beleggingsproducten. Eerder kwam al woningcorporatie Vestia in de problemen door eenzelfde rentedaling. Gisteravond zijn in Leidschendam-Voorburg de plannen gepresenteerd voor de Rotterdamse baan. Tijdens een inloopavond konden mensen zich laten informeren, maar daar was weinig belangstelling voor. De Rotterdamse baan wordt de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en het centrum van Den Haag. De weg komt grotendeels ondergronds te liggen. Maar de klankbordgroep Rotterdamse baan wil dat de weg helemaal in een tunnel komt. Nou, ik vind het dus jammer. Omdat je natuurlijk geluidsoverlast krijgt. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Als de wind verkeerd staat, ja, dan gaat dat toch allemaal richting de woonwijken die daarachter liggen. En dat lijkt me geen goede oplossing, terwijl er een betere oplossing mogelijk is. De wethouder ziet dat alternatieve plan nu al niet zitten. Nou, ik weet dat dat idee bestaat, maar wij hebben op dit moment dus de tunnelversie plus 300 meter. Dat is naar onze mening de beste variant en ook technisch de langst mogelijke variant. Als je namelijk die tunnel nog langer maakt, dan mis je de aansluiting op de Laan van Hoornwijk. En dan kunnen met name inwoners van Ypenburg moeilijker of geen gebruik maken van deze tunnel. En tot en met 6 juli kunnen bewoners de plannen inzien en ze van commentaar voorzien. In de binnenstad van Den Haag begint vandaag de 6e editie van Festival Klassiek. Tot en met zondag zijn meer dan 100 concerten, voorstellingen en workshops. Festival Klassiek speelt zich af rond de Hofvijver, het plein, musea en verschillende kerken. De Delftse dammer Erno Prosman gaat op 6 juli een poging doen om het wereldrecord blind simultaan dammen te verbreken. Dat record staat nu nog op naam van Ton Sijbrands. En Prosman wil 30 van die blinde partijen tegelijk gaan spelen. Hij zal dat dan doen via de telefoon. Gisteravond werd op het EK de wedstrijd Engeland-Frankrijk gespeeld. Die partij eindigde in een 1-1 gelijk spel. De Britten in de regio keken in de Haagse pub Sherlock Holmes. En wij keken met ze mee. Aan de versiering zal het niet liggen. En aan de belangstelling ook niet. De Engelse pub is tot de nok toe gevuld. Maar of het Engelse team Europees kampioen wordt,
Engeland? Ja. Geen kans. Waarom zo weinig vertrouwen? Historie. Hoewel het 1-1 bij rust is, wordt er gerekend op een overwinning. Ik zeg 2-1 Engeland. Maar het is een beetje optimistisch. Maar ik vind dat met een beetje geluk en een beetje geduld kunnen we het doen. Maar na 90 minuten zijn de meesten toch opgelucht met een gelijkspel. Frankrijk was in mijn mening de sterkste team in onze ploeg. Dus een 1-1 is een prima resultaat. Tot slot nog een gratis advies over Van Persie. Geweldig, maar niet in oranje. Nee. Huntelaar dan? Ja, is goed. Ja, is goed. Kijken we nog even in de kranten van vanmorgen. Als je nog naar Nederland-Duitsland wil, dan kan je volgens het AD nog goedkoop een kaartje op de kop tikken. Veel Nederlanders zien de reis naar Oekraïne niet zitten, schrijft de krant, en dumpen daarom massaal hun kaartjes voor de wedstrijd. En voor enkele tientjes zou je nu al naar Nederland-Duitsland kunnen. Telegraaf schrijft ook over Oranje. Een groot gedeelte van de voorpagina is eraan besteed. De krant adviseert Bert van Marwijk om Klaas-Jan Huntelaar in de spits te laten beginnen. Dat is volgens de krant de enige manier om de Duitsers te verslaan. Tot zover het TV West nieuws van dinsdag 12 juni. Voor meer informatie kijk op onze website omroepwest.nl en natuurlijk de hele dag op 89.3 Radio West. Ik wens je nog een hele fijne dag.